Frigerius, je verliest hier 6-1. Is de uitslag ook wat de wedstrijd heeft gezegd? Denk ik wel uiteindelijk. Zonder dat we niet voorkomen. De kans van Fran. Dan had ik nog wel eens willen zien. Alleen wat je niet moet hebben is dat de eerste twee ballen van hun in zijn net vliegen. En dan weet je dat je zure avond tegemoet gaat. Laat je dan misschien te snel de kopjes hangen? Nou, vond ik niet. Ik vond ook eigenlijk na die twee goals dat we nog steeds wel voetballend tot een oplossing probeerden te komen. Ik denk wel dat we zeker ook het moment voorafgaand aan de penalty, dat we simpeler kunnen spelen. Moment voor de goal van Bergwijn, volgens mij de 2-0. Maak een verkeerde keuze dat we kiezen om balbezit proberen te houden in een duel. Waarin je meer in het Duits kun je zo mooi zeggen, rücksichtloos moeten verdedigen. Dat hebben we vandaag nagelaten en dan krijg je zo'n uitslag. Is dan ook, dan merk je dat het PSV is als tegenstander, want die straffen ieder foutje af? Ja, dat heb je vandaag kunnen zien, ja. Je komt op een gegeven moment nog op 4-1. Heb je dan in het veld van, ja, misschien is er nog iets mogelijk? Nou, kijk, je gaat de rusten met 4-0. En dan weet je dat het heel lastig wordt hier. Je probeert de tweede helft dusdanig een spel op mat te leggen. Dat je daarop kan voortbouwen de komende twee weken. Omdat volgende week Interlandweek is. Dat je toch nog een beetje een goed gevoel meeneemt. Dus die 4-1 was denk ik een klasse goal van Fran. Alleen vijf minuten later ligt weer de 5-1 binnen. Door onoplettendheid bij een standaard situatie. Daarna probeer je het nog wel. Alleen bij ons vloeien ook de krachten weg. Je ziet vorige week bij een 5-0 voorsprong of 4-0 voorsprong wilde iedereen de bal. En is niemand vermoeid. Dat was vandaag andersom, denk ik. Verwijt je jezelf of je ploeggenoten daarin iets? Ja, tuurlijk. Je ontvangt 6 goals. Dus na de wedstrijd ook in de kleedkamer gezegd. Iedereen is weer terug op aarde. Ik vond een redelijke Hosanna-stemming afgelopen week. Natuurlijk ook met de media eromheen. Zonder dat we nu 2 weken moeten wachten. Ja, is dat zonde? Is het misschien juist lekker dat je even alles op zijn plek kan zetten? Nou ja, als ik 6-1 verlies, dan wil ik het liefst over 2 dagen weer spelen. Maar misschien ook wel goed dat je weer wat dingen kunt trainen. En een aantal jongens die net weer zijn aangesloten nog fitter kunnen worden.